Goedemorgen. Ik kan bijna zeggen middag. We zijn weer even eens een keer lekker aan het vissen. Op karpen vandaag. Nieuwe stek. Heb ik nog niet eerder gevist. Dus we gaan afwachten wat eruit komt. Voor vanmiddag. En het is zo'n tering weer. Maar ja, dat geeft niet. Ook met slecht weer is vis te vangen. Dus dat gaan we immers proberen. Nou, de spullen liggen erin, de hengels. Alles staat klaar. Dus we kunnen een visje verwachten. Zodra we wat hebben, laten we dat uiteraard zien. En alvast veel kijkplezier. Zo, regen pijpen stelen, maar dat houdt me niet tegen. Klein polderschupje, lekker lang, torpedoachtig, knijten sterk, helemaal top. Ik ga nog een fotootje maken, zetten we hem weer terug. Hopen dat er nog meer komt en een wat groter formaat dan deze. Maar mijn dag is alweer geslaagd. Helemaal top. Nou, weer een prachtige polderschub. Nou, torpedovormig. Er zit niet veel gewicht in, maar het is een enorme sport van een vis. Echt toppetje. Nou, ga nog even een fotootje schieten. En dan gaat hij weer zwemmen. Nummer 2 op voor nummer 3. Helemaal top. Nou, eindelijk een keer gestopt met regenen. Nou, het voordeel daarvan is dat ik even met de camera onder de tent vandaan kan komen. Want die kan nogal slecht tegen water. Dus ik had net wat piepjes. Ik denk dat braasem geweest is. Nou, de aas is te groot in principe voor brasems. Nou zitten hier best grote bakken van die soort. Maar ja, gelukkig tot op heden nog geen braasem gevangen. Ik zou eigenlijk vandaag op een ander plekje gaan zitten. Maar ja, ik moest een tering in het lopen met al mijn spullen. Alles zou dan zeikers en zeikers nat worden. Had ik niet zoveel zin in. Dus daarom een keer hier. Het plekje kon ik al wel. Ik had er alleen nog nooit gevist. Dus, en dat is niet voor niks geweest. Nou, je kan zien hier een mooie doorgang. Nou, daar komen tot op heden de 2 karpertjes vandaan. En ik zal eventjes het kampementje ook even filmen. Het voordeel hiervan is... Zoals je kan zien, dat mijn overige rotzooi lekker achter in de auto kan laten liggen. Dus dat scheelt weer. Alleen maar pakken wat nodig is. Nou, we hopen nog op een visie en anders dan maar niet. We hebben er in ieder geval 2, dus de dag is geslaagd. Als we weer wat vangen, laten we het zien. Tot straks weer. Nou, ik ga beginnen met opruimen. Nou, het was in ieder geval weer een leuk dagje vissen. Lekker instant plekje uitgezocht omdat ik uit de kofferbak zoveel mogelijk wou vissen. In verband met de regen. Nou, 2 hengeltjes uit, handje voer erbij, niet te veel. En het heeft ons uiteindelijk 2 visjes opgeleverd. 2 mooie polderschubjes. Vond je het nou leuk? Geef even een duimpje. Abonneer als je dat nog niet bent. En dan hoop ik jullie weer te zien bij een volgende aflevering van Saen Fishing. Mocht er een van de hengels nog afgaan, dan komen we nog even terug om hem op de camera te zetten. En anders tot de volgende keer. Later!